bijvoorbeeld nu al 5 jaar in Duitsland. Is het leuk om daar te voetballen? Het is heel leuk om in Duitsland te voetballen. Er zijn mooie stadions, er zijn heel veel fans. Mm-hmm. Het leven is ook hartstikke mooi daar. We hebben het heel goed naar ons zin daar als gezin. Ja, ik zou er nog wel zo 5 jaar aan kunnen plakken, om het zo maar te zeggen. Maar spelen ze heel anders daar dan wij hier in Nederland? Ze hebben een hele andere kijk op voetbal. Zij moeten het vooral hebben van de kracht, fysiek, loopwerk. En wij trainen toch van jongens af aan meer met de bal. Ja, is het niveau dan daar ook hoger? Ja, de mindere teams, om het zo maar te zeggen, die zijn ook zo slecht niet zoals wij hier in Nederland kennen. Het is daar, de nummer laatste kan tegen nummer 1 winnen. En dat is geen uitzondering, dat gebeurt bijna wekelijks. Jij speelt nu al jaren bij Hamburg SV. Een hele grote club in Duitsland. Mm-hmm. Met wat voor club in Nederland is dat nou een beetje te vergelijken? HSV is te vergelijken met, nou, ik zou haast zeggen, al horen ze het niet graag, een mix van Feyenoord en Ajax. Oh ja? Ja, wij hebben ook een haven in Hamburg. Ja? Dus wij hebben ook zo van diezelfde trouwe fans. Uh-huh. Ja, maar het is toch weer net anders dan Feyenoord. Ik vind het echt een mix van Ajax en Feyenoord. Spreek je nu al vloeiend Duits? Nou, vloeiend is een groot woord. Ik kan wel redelijk Duits, denk ik. Alhoewel ze altijd zeggen dat Nederlandse accent, vinden de Duitsers wel grappig. Ja, maar wat ik me nou afvraag, je zit in Hamburg. Je familie en je vrienden zitten toch echt in Nederland? Ja. Mis je die? Ja, die missen wij heel erg. Dat is het moeilijke aan om in het buitenland te zitten. Ja. Je zou denken, Hamburg is niet zo ver weg. Maar uiteindelijk kom je ook niet voor 1 dag op en neer. Nee, dus het is lastiger dan je denkt, om zo ver van huis te wonen. Of ze komen gewoon lekker vaak naar jullie toe? Bijvoorbeeld, ja. Ja, toch? Ja, dat gebeurt zeker. Als je ooit stopt met voetbal, ga je dan in Nederland of in Duitsland wonen? Nee, dan gaan we toch echt terug naar Nederland. Okay. We kunnen niet zonder Nederland.